Nu is hij bij Wormspoel. Nu doet hij het goed in die laatste ronde. En nu gaat hij onder Wormspoel langs. En hier zit de 1200ste tussen. Hier gaat Erben Wennemars op naar zijn wereldtitel. Hij prolongeert hem. Hij is de wereldkampioen en blijft het. Wereldkampioen worden is moeilijk. Wereldkampioen blijven is veel moeilijker. Is vaak een onmogelijkheid gebleken voor velen. Niet voor Erben Wennemars. En ook dit is Erben Wennemars. Fel en emotioneel. Soms bijna clownesk. Wil je je ogen dicht doen alsjeblieft? Je hebt een schaatspak aan. Je staat op je schaatsen. Je gaat een 500 meter rijden. Ik ben de starter. Je rijdt in de... Zeg maar wat je wilt, binnen of buitenbaan. Welke afstand? 500. Buiten. Je staat in de buitenbaan. Naar de start. Klaarmaken. Pang! Ja. Op een dinsdagochtend in Dalfsen. En je voelde iedere klap, hè? Ja. Hoe vaak doe je dat? We doen wel soms van die... Zitten gewoon ergens in een restaurant en zeggen van... Zeggen Jacco Jan van, nou, we gaan even een 100 meter doen. Inderdaad, klaar staat. Heeft hij gewoon stoppers erbij... En dan moet ik zeggen wanneer ik dan 100 meter gereden heb. En dan schaats ik gewoon en dan de klik. En dan 9-7. Ja. Als je dat dan op zich wel leuk... Meestal zit je er een tiende, twee tiende naast. Als je dat dan met Shani Rome doet, ja. Die kan het ook heel goed. Ja? En die duurt het dan zo. Naar de stad. Klaar. Af. Shit. Dan maakt hij dus ook echt gewoon 5 misslagen op de eerste 100 meter. Dat is toch helemaal grappig. Als u nu de tv aan doet, dan bent u in één keer goed wakker. Dan ziet u mijn hazes op tv. Hallo. Ja, Erben is boos. Ik ben een sprinter. Ik ben geen computer. Kan die gelopen? Echt niet geweldig. Kijk, ik heb gefaald, dus het is mijn fout. Ik ben echt zo... Het moet en het zal gebeuren nu. Ik laat het nu niet...